Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Nou, zoals jullie al waarschijnlijk hebben gezien aan de titel van de video, ik weet nog niet helemaal hoe ik het doe met de thumbnail en vraagtekens, maar ik heb een widebody kit voor de Subaru. Ik zit het al heel lang te twijfelen. Ik ben er nog steeds over aan het twijfelen, want je moet dus natuurlijk, als je het goed doet, moet je dus in je auto slijpen en zagen en lassen en dat, ik weet niet helemaal of ik dat durf. Maar goed, ik had nog even snel de kit besteld, want dacht ik, dan heb ik hem alvast. Dus ik heb hem binnengekregen, ik heb hem al eigenlijk al een tijdje in mijn kast liggen. Maar vandaag gaan we hem dus even er tegenaan plakken en even kijken hoe het dan is. En misschien dat ik dan wel mijn gedachten verander. Dus we gaan even bij de kit kijken. Nou, hier heb ik mijn widebody kit hier liggen. Eigenlijk is het geen widebody, maar zijn het fender flares. Maar goed, ik noem het een widebody. Roast me in de comments als je wil. Het is gewoon een widebody. Dit is een achtdelige kit van Rising Tune of zo. Ik zal de link in de beschrijving zetten, maar ze komen uit Rusland. Deze pieces die worden helemaal handgemaakt in Rusland met Russische tekst en tekens en zo. Geen idee wat hier... iemand Russisch kan. Ja, vertaal dit even. En nou, super mooi. Koolstofvezel is dit gemaakt en bevestigingspunten. En als het goed is, is de fitment on point. Want ik had het gemaild. Ik wilde of de originele Carlton Flares. Carlton, ja. Of imitatie. Ik ben voor de imitatie gegaan omdat de man in de mail mij heeft overtuigd van het feit dat de originele slecht waren en dat deze veel beter paste. Yep, dat is marketing. Marketing, dus wij gaan het even testen. We gaan even de auto even afplakken en dan gaan we gewoon even één kant tegenaan plakken en dan gaan we even kijken hoe dat staat. Dus wij gaan duct tape pakken, schilderstape en dan... Oh yeah. We hebben de auto dus nu omhoog en dan, ja, ik kan natuurlijk niet met het doek er nu langs gaan, want dan krijg ik krassen. Dus ik heb even met een luchtspuitje zoveel mogelijk zand weggehaald. Naomi, wat ga jij nu? Dit is kuttape plakken. Hallo, wat doe je? Op mijn wiel, gek. Nou, Naomi gaat nu even de schermen afplakken, zodat we daar dus de kit tegenaan kunnen doen en dan dat vervolgens weer plakken, want anders krijgen we krassen, dat willen we niet. Oh, hoe noemen we dit? Brazilian butt lift 2.0? Nee. Kun je ook je schouders, een soort shoulder... Nou, we hebben de eerste scherm afgetaped, dus dan pak je een voorste deel. Dat is maar deze. En die kun je dus dan, als het goed is, er dus zo tegenaan leggen. En dan is de pasvorm natuurlijk, omdat dit uit Rusland komt. Perfect. Perfect, on point en legit. Yo. Wacht. Hallo. Heb je iets besteld? Oké, wacht, ik ga nog niet te veel kijken. Ik ga zo meteen... Wanneer alles erop zit. Als alles erop zit, dan ga ik even een stapje terugnemen. En dan ga ik echt kijken. Ik zie wel dat we, zeg maar, als we hier langs kijken, zien we dat we hier even moeten bodyen. Ja, maar als je hem vastschroeft, kijk. Dan zit vastschroeft? Ja, dan zit hij al wat minder. Beter, inderdaad. Hierachter ook. Dus op zich, daar moet je gewoon niet naar kijken. Dat komt wel goed. Dat wordt mijn specialiteit, bodyen. Heb je ooit wel eens gebodied? Nee. Maar dat wordt jouw specialiteit? Ja. Ik dacht dat je specialiteit radio was. Ook. Wat is jouw specialiteit? Radio's. Waarom? Weet je? Ook. Ik ben multifunctioneel. Een vrouw van vele kunsten. Ja. En specialiteiten. Ja. Oké. Deel 1. En dan hebben we natuurlijk ook nog dat deze. Wacht even, er moet nog meer... En die moet dus zeg maar zo komen? Ja, maar nog niet. Wacht even. Wil je nog tapen? Ja. Mag ik dit niet doorduwen? Nee. 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 Hij heeft niet eens tape, jongen. Hij blijft zitten. Oei, yo. Is dit niet een beetje op? Moet dit niet... Nee, hij moet verder, ja, want hij moet op de bumper aansluiten. Nieuwe best vast. Kom terug maar een beetje zo. Deze zou nog wat meer naar boven moeten. En deze komt dan hier zo. Zoiets. Oké, maakt niet uit. Nou ja, want dit ga je nog een beetje corrigeren natuurlijk, maar we kunnen hem wel even zo doen. Ja. Voor nu. Misschien komt het ook omdat mijn lip er nu zit. Ja. Ik denk dat hij nog iets naar beneden gaat. Ik denk dat deze eigenlijk... iets naar boven moet. Dan zit je altijd die films te kijken en denk je, oh joh, even monteren, even mock op. Easy mode. Easy mode, slijpie. Deze moet iets omhoog, zo. En dan nu deze ertussen. Wow. Yes. Wel nog een gap, maar dat maakt niet uit. Nee, maar dit kunnen we allemaal fixen. Ja. Want je wilt toch aan elkaar, of niet? Aan elkaar? Nee, deze niet, want dit is wel mijn bumper. Oh ja. Maar je hebt ook je schroefjes bodyen. Dat is wel mooi. Als we het doen. Maar ja, dan kan je ze er niet meer afhalen. Nee, maar ja, dat is dan ook niet meer de bedoeling natuurlijk. Is het cool? Dan moet je wel nieuwe wielen hebben. Wat zei je? Moet je wel nieuwe wielen hebben. Nieuwe wielen? Ja, ze moeten sowieso nog naar buiten. Nou, maar deze, hij kembert nog uit, hè? Naar buiten. Ja, nee, maar zo ver ga je niet. Nou, dus als iemand nog steeds TE's... ik heb deze kit natuurlijk gekocht omdat ik het voorbeeld had. Die kan ik dus zeg maar nu wel even in beeld... Oh, wat doe ik zo? Nu een beetje in beeld doen? Ja, heel goed, denk je. Dit is Alexander Vargas. Vargas. Die heeft echt een hele dikke WRX. Dat is ondertussen is dat een STI. Blauw, wit, nardo grey is die geweest. Maar die heeft ook zo'n kit. Dus uiteindelijk moet die voor mij er ook zo uitkomen te zien. We gaan even de achterkant doen. Ik weet niet of ze in Rusland misschien te veel vodka hebben gedronken of zo. Hebben we wel de goede kant? Ja, holy fuck. Duurt wel. Oké, achter is iets minder mooi. Want ja, hier steekt het uit en dan gaan we hier omhoog. En dan hier, ja, en hier hebben we een klein gapje hoor. Nou, het valt. Als je gewoon even zo doet, zo, is niks aan de hand. Zo. Ja, en achter hebben we het hier ook. Ja, kijk, dit is ook mooi. Hm. Het is wel een shitty ass platform. Ik heb een stukje tape van jou. Ja. Het ook wel mee slecht. Oké, we hebben alles nu erop zitten. Achter is echt verschrikkelijk slecht. Ik heb geen andere woorden hiervoor. Want dit deel volgt de deur. Die is mooi. Nou, hier heb ik een gigantische gap. Dus deze moet eigenlijk veel meer opzij. Hier kom ik gewoon, zeg maar, met dit deel moet het natuurlijk hier uiteindigen. Nou, dat komt ook niet uit. Dit gaat op zich wel prima, maar goed, dat is op een gegeven moment volgt hij wel een bodyline. En hier, ja, dit is ook mooi. Dit hoekje moet natuurlijk daarboven vallen. Dat doet hij ook niet. Ja. Maar we gaan wel even kijken hoe de hele auto eruit ziet nu. Dus ik ga even een stapje naar achter nemen. Oké, achter. We gaan gewoon even feunen. Holy we gaan het even helemaal heet maken, dat je echt je klauw er bijna aan verbrandt. En dan gaan we hem tegenaan duwen. Ja, maar ik weet niet of dit nou echt buigbaar is. Jawel. Voor kan wel, voor is prima, die krijgen we wel goed. Ja. Maar achter is wel... We gaan gewoon even feunen en dan komen we weer terug. Oké, we gaan het even proberen mooier te maken. Teamwork makes the dream work. Nou, we hebben de achterkant even gefeund, de flares. En het is hoe gaan we dit noemen? Creatief. Een twijfelachtige flare, zeg maar. Voor past het prima, eigenlijk. Best goed, zeg maar. Ja, maar ik denk achter dat je originele flare in de weg zit. Ja, ik heb, omdat het een STI is, heb ik nog originele soort flares, deze. En die moeten eigenlijk eraf om goed te passen. Ja. Want dan heb je dus... Dan heb je dus dat die hier wat mooier aansluit, zoals dit stuk hier. Dan kun je er wat verder naar binnen duwen. Ja. En het enige wat me echt een beetje zorgen maakt, is dit hier achter. Je moet alleen dit op, want dit zit er strak tegenaan. Alleen hier hebben we een gap. Best wel goede gap. Maar, van me. Oké. Het kan altijd slechter. Zullen we naar buiten rijden? Met dit? Ja. Gewoon even om buiten te zien. Kunnen we even een betere foto maken ook, met thumbnail. Ik was stil van. En hoe is het buiten? Is het buiten beter of niet? Oeh. Fuck. Oké, whitebody is wel echt heel vet. Damn. Nou, we hebben de auto even naar buiten gerold. Ik ben er nog niet zo heel zeker van of ik dit nou ga doen. Naomi die staat daar in de hoek. Het staat binnen, want het is super koud. Maar die zit mij te vertellen dat ik dit wel moet doen. Ik weet nog niet of ik het durf, aangezien ook de achterkant gewoon slecht fitment is. Misschien dat ik heel stiekem even ga kijken naar andere widebodies. Heel stiekem even naar de M Sport, maar dat weet ik nog niet zeker. Verder, ik moet zeggen, ik vind het wel echt super vet. Ik denk dat we net zoveel werk gaan hebben aan die M Sport als dit. Ja, klopt, maar dat past gewoon veel beter. Dat weet je niet. Ja, maar dat is echt handmade, Japanese, JDM. Half jaar wachten. Maar je gaat er net zoveel werk aan hebben, want jouw auto is ook niet perfect. Nee, dat is waar. Maar goed, die past. Maar dan krijg je gewoon een heel scherm, hè? Ja. Je krijgt een heel voorscherm. Echt? Ja, en achter krijg je van die hele grote plakken die je op de deur doet. Oké. Dus die schijnt wel echt, schijnt echt de crème de la crème. Maar goed, wat ik al vertelde, ik moet dan eigenlijk ook dus aan nieuwe wielen. Nou, zoals ik net liet zien, die foto van Alexander Vargas. Dat zijn TE 37 Mark II's. Dat is zo omgerekend ongeveer €4000. Dat is best wel veel geld, terwijl ik al net nieuwe wielen heb. Dus ik moet hier even heel goed over nadenken. Maar ja, deze ga je verkopen, hè? Dus dat geld krijg je terug. Ja, nou ja. Ze zijn gloednieuw eigenlijk, dus je kan ze ook weer aan Wouter teruggeven. Oh ja, nee, dat doet hij nooit. Nou ja, we gaan de video hier bij deze afsluiten. Ik ga nog even heel goed naar mijn whitebody kijken. Er was waarschijnlijk een heel kort filmpje. Ja. Maar misschien wel leuk, weer eens wat anders. Ik hoor graag in de reacties of ik dit moet doen of niet. Dat zou heel fijn zijn. Dus we zien jullie weer in de volgende video. Yes, bye!